kopen? Je nieuwe buren verwelkomen je op simon.be. Zie meer? MC's for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat. Zijn die mooie veren nou? Hè? En de rui of zo? Ik ben eigenlijk een schilder, maar... Nou, ik zal alleen filmen wat je maakt dan. Ja, nog niet. Nee, het is alleen de schets nog maar. Ja, je bent al aan het schilderen. Oh, je bent bijna klaar, ja? Ja. Mooi. Ja, vroeg ik deze morgen gekomen. Ja. Ja, dan heb je nou geluk. Nou komt net de zon erdoor, hè? Ja. Ja, dat is ook een mooie. Maar die zijn in een van het poortgebouw of zo. Het is iets minder gecompliceerd dan het kasteel natuurlijk. Hè? Ja, daarom dat we hier staan. Ja, ja. Het is koud. Ja, ja, het wordt iets beter nou, hè. Je kunt hier kastanjes eten. Hier. Ja. Eigenlijk moet je ze poffen. Ja? Een vuurtje maken, dat is nog beter. Nou, Ludo is ook al bijna klaar, zeker? Nog niet. Eerst opzetten, sorry. Oh, jullie hebben hetzelfde onderwerp. Ja. Ja, het is wel een leuk ding, het gebouw. En het past nog in verval ook, zie ik, als ik naar die goot kijk. Ik zie wel dat die goot de half af ligt. Dat is een oud bord. Hey. Ja, het ziet er al zonnig uit.
Kijk, en dan komt de zon. Ja, dan komt. Is dat jouw auto? Nou, ik wil zeggen, dat is wel een schilderachtige auto. Kijk, het weer wordt al beter. De kineast van de vereniging. Ja, die doet het goed. Die gaat foto's maken, die maakt zelf aquarellen. Ja. En de volgende dag staat daar een heel filmpje van. Aquarella doet hem niet. Ik geloof niks in mij. Zo, dat is Hoogemaaien. De lucht is hier nog helder en de tarwe is goudgeel. Kapelletjes en wilgenbomen staan er ook nog veel. Maar de chemicaliën knarsen het tussen de tanden. Ze werken hier ook liever met vergif dan met hun handen. De preitjes zien er lekker uit, de aardbeien zijn vers. Er staat een flinke bloos op elke appel, elke kers. De minister van de volksvergiftiging heeft er net officieel zijn goedkeurende stempel opgezet. Juist daarom ben ik begonnen biologisch te tuinieren. En leef ik nu in vrede met de schadelijke dieren. Het zo verwenste onkruid is mijn bondgenoot. Ik eet alleen maar bloemetjes en zelfgebakken brood. Ik ben het Pajottenlanders, man, en ik zing zoveel ik kan over mijn heimatje met schoonheid overlaat. Het ziet er veelbelovend uit. Ik zou er niet veel meer aan doen, denk ik. Ik vind hem van compositie wel mooi. Staat erop. Ja, het is goed gelukt. Ja, nou zie je dat licht ook daar achter doorschijnen. Ja, dat is mooi. Is mooi. Ah, lekker de koekjes. Zicht op Toronto. Zo, pas een toetje erom. Papierenzaal, dat klinkt goed. Belzaal. Hartelijk welkom aan iedereen natuurlijk. En aquarel, ja, dat is zoiets als de meest onderschatte techniek die er bestaat. Als je het mij vraagt, aquarel, dat is de moeilijkste discipline. Dus ja, we weten ondertussen allemaal, het vraagt jaren ervaring vooraleer we ergens iets op papier kunnen lezen, dat werkelijk moeilijk maakt. Ontegensprekelijk, Le Château de Gazdic. Ik zag deze mevrouw schilderen en ik was zeer aangenaam verrast toen ik dit gedeelte te zien kreeg. En ook zelfs daarboven. Ja. Ik vond dat bijzonder mooi. Eigenlijk, we moeten altijd in ons hoofd het geheel blijven zien. Dus kijk, dit vind ik bijzonder mooi. De manier waarop die kleuren staan geplaatst. Kijk, het poëtische van de water dat beweegt. Hè? Zie een keer, hoe schoon hier. En daar wordt het dan strakker, zie je. En eigenlijk, ja, die eend, die staat er zo krampachtig, terwijl het eigenlijk een diertje is dat ze zou moeten bewegen. Zie je? Kijk, de compositie is perfect. Alles staat daar op de plaats.
alle twee een volgehouden behandeling. Dat wil zeggen, in elk werk is de techniek overigens het formaat op dezelfde manier. Nu, ik denk dat dit het rustpaviljoen is. Het rustpaviljoen. Ik heb daar vele uren doorgebracht. Een leuk klein detail. Er zijn die twee figuurtjes hier, die zo aan dat hekken staan. Kijk, het is echt mooi dat deze twee nu boven komen. Hè? Wat ik nu links zie, daar is dat weg. Ja? Eigenlijk, dat gebouw brengt zich niet op. Dat gebouw is aanwezig. Hè? Maar, kijk een keer hoe mooi ik dat kasteel zo met die link, dat linkerstuk daar. Het is heel suggestief. Wat staat er dan? Ja? En als ik iemand ben die voor het eerst naar de Gaasbeek ben geweest, en ik zie dat stukje, dan weet ik, dat is Gaasbeek, maar zonder al te zeer in de detail te gaan. Dus dat is goed gedaan. Ik voel ook mooi, door middel van de kleuren, het perspectief in het landschap. Dat wil zeggen, de diepte voelen we. Dat is ook altijd meegenomen. En dan hebben we dan het huisje. Ja? En dat is ook leuk. Hè? Dus, kijk, het onderwerp dat is nu duidelijk. Hier is een onderwerp. Zie je? En dat huisje komt net iets meer tevoorschijn dan eigenlijk het kasteel, terwijl we het kasteel eigenlijk eerst hebben gezien en toch komt nadien dat huisje en dan maakt het boeiend. Eigenlijk die boot die daar staat, ik vind dat ook leuk opgelost. Zie je? Nu het is goed, hè? Goed, hier, ik voel heel duidelijk dat deze boot voor die andere zit, door de overlapping, maar ook door de manier van werken. Kijk, daar wordt nu net iets. Waziger, dat is heel mooi. Ook een mooie speling van het blauw ten opzichte van dat roze kleurtje, heel mooi. Goed gedaan. Nu ga ik toch een beetje eens weten van welke persoon dit is. Proficiat mevrouw. Jongens, op een natuurtalent. Soms kan men het niet vaak duiden wat nu, het beroert mij. Ik heb het nu over het linkerwerk. Maar rechts is ook interessant. De boom is daar breder. En waar het licht komt, wordt die smaller. Trouwens, als je fotograaf bent, weet je dat dat ook zo is. Als je tegenlicht voor de smaak, kun je dat heel goed zien. Ik vind dat merkwaardig, maar het is goed. En we voelen het water van naar beneden stromen. Ja? Bijkomende ervaring. En dan, eenmaal op het eind, hebben we daar dan met de achterkant van het penseel zo de suggestie gegeven van kijk, als je hier door moet lopen, dan moet je die vakken opzij trekken. Of je raakt er niet door. Wel, ik denk dat het boeiend was om er naar te kijken. Dank je. Dan kunnen we alleen maar Luc heel erg bedanken voor de goede uiteenzetting. Het was leerrijk, zoals het altijd is als hij komt. Dus dank u wel daarvoor.